Het is een hele cultuur waar je een inkijkje in mag nemen dan. Dat is interessant. Dat je echt mensen anders kan laten kijken naar hun levensinstelling. Zonder dat je met het vingertje gaat wijzen van, nou, je moet het zo en zo doen. Dat je ook de mensen die niet normaal gesproken naar een theater gaan, toch zover kunt krijgen dat ze naar zo'n voorstelling komen. Omdat ze weten van, hey, dit is te gek. De bedoeling was om een pilotproject te doen voor een grote show in Enschede of Twente. En om hier een voorstelling neer te zetten over Olof Ström, over de bevolking, over de principes die ze hier hebben, over de dromen die ze hier hebben en hoe ze hier met dromen omgaan vooral ook. Kinderen op school die hadden opdrachten uitgevoerd, hadden elkaar geïnterviewd in het Engels over hun doelen en dromen en hadden tekeningen gemaakt op basis van wat ze later wil gaan doen en dergelijke. We hebben wat mensen geïnterviewd, onder andere de burgemeester hier en ook gewoon wat mensen uit de buurt. En nog gevraagd naar hoe zij omgaan met hun doelen en dromen. En informatie uit die interviews die heeft Moes omgezet in teksten en Jan en ik hebben die omgezet in muziek op basis van die teksten. En met al het materiaal hebben we uiteindelijk een voorstelling gemaakt met poëzie, muziek en tekeningen. En hier hebben we dus in een maand tijd een soort hele kleine mini versie gedaan van wat we uiteindelijk in Enschede willen doen. Een soort stadsdicht project dat ik een weergave geef van wat er hier gebeurt. Universiteit is bijvoorbeeld een thema wat je zou kunnen gebruiken, FC Twente. Als ik denk aan bijvoorbeeld de universiteit, dan denk ik aan high-tech dingen. En muzikaal zou ik dan zeggen van, hey, daar gaan we iets elektronisch doen. Iets wat aansluit bij zo'n stad. Nou, misschien zijn er leuke Twentse volksliedjes die je kunt gebruiken. Het is nu midzomer. En de Zweden zingen een bepaald liedje over kikkers die geen staart hebben als ze om de midzomerboom heen dansen. En dat liedje heb ik gepakt. Ik heb de melodie net een beetje anders gemaakt en dat net een beetje gaat wringen. Het gaat over mieren die geen dromen hebben. Luckily, ants don't have dreams. Or at least, that's what I assume when I look at them. En daarmee krijg je toch een verbintenis tussen enerzijds de inhoud van je stuk wat je hebt geschreven en deze tijd waarin we hier zitten en deze locatie. Uiteindelijk is het idee om ook te gaan werken met een groter koor. We hadden nu een klein koor van 3 man. Ik ben member of a couple of chorus and I also do singing-songwriting thing. Poering jag om mitt hjärta är ditt spel och jag vill dansa en vals. It's been exciting and funny and meeting new people and very different music that I used to sing. Equality, equality, equality. But for how long? Now please take down that mirror. Er is wel iets wat hier echt aan de oppervlakte komt en dat is de Jantenlagen, zoals ze dat noemen, de wet van Janten, dat iedereen gelijk is en moet zijn en dat dus ook mensen die eronder onderuit vallen naar boven moeten worden getrokken en dat mensen die er bovenuit steken ook echt naar beneden moeten worden gehaald, zodat wat wij in de voorstelling zo glad als een meer hebben genoemd. En er is dus een lied gekomen wat voor die Jantenlagen, voor die wetten van gelijkheid, om dat een stem te geven. En dat lied, dat is eigenlijk het centrale punt van de voorstelling geworden. The lake is clean and quiet, clean and quiet. We don't tend to raise people to the high up and put them on pedestals. No, we're all equal and that's good in a way. But sometimes it would be good for us to stand out and to be more outgoing and say, I'm good at this.
all should be like this. This flesh, this white, this quiet. We verwachten dat een bepaalde thematiek net als hier weer naar boven komt, die we aangrijpen als centraal punt van de voorstelling. Hier was dat dan dus gelijkheid, maar stelde dat in Twente naberschap is of iets dergelijks. Dat je daar als samenleving uiteindelijk een spiegel door voorgehouden krijgt. Van, oh ja, zo kan het en dat is wel of niet wenselijk als ik er naar kijk. About that honesty thing. Yes? I sometimes keep things secret or vague on purpose. For others? Maybe also for myself. Is there anything you can do about that? You would probably want me to write things down honestly for myself. Ik merk gewoon dat als filosoof eigenlijk, als ik ergens een beetje in ga prikken, dat mensen wel denken van, hé, nooit zo over nagedacht, dat kan misschien ook wel. Ik denk dat als zij ooit weer in een dergelijke situatie komen, ze misschien wel een ander besluit nemen dan dat ze normaal zouden doen. Een constructiever besluit of een besluit wat wat meer bij hun persoonlijke geloof ligt dan bij wat ze denken dat andere mensen vinden dat ze moeten doen. En dat wil ik ook in Nederland doen. Gewoon iets heel essentieels maken. Wat niets te maken heeft met idols en met grote spektakel dingen. Maar gewoon gaat over mensen. Maar ja, wat je raakt. Thank you.